En in de luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel op de grens van Brabant en Limburg is onze verslaggever Femke de Jong. Zij is bij de persconferentie. Ja, Femke, hoe bijzonder is het nou eigenlijk dat ze naar Turkije gaan? Op dit moment is het behoorlijk bijzonder dat de Patriot-raketten naar Turkije gaan. Het is voor de derde keer gebeurd in de geschiedenis van Nederland dat die Patriots uitgezonden worden vanuit Nederland. Dus in die zin is het bijzonder, ook bijzonder omdat er heel veel bezuinigd wordt op het gebied van defensie in verschillende NAVO-landen. Want het is gedaan in NAVO-verband. En Patriots zijn dure instrumenten, dure wapens en niet ieder land beschikt daarover. Nederland wel en twee daarvan gaan dus naar Turkije. Ja, dure wapens zeg je al. Wat gaan ze nou precies doen met die Patriots daar? Die Patriots worden gebruikt ter verdediging. De generaal die zojuist de persconferentie gaf, die zei het. Soms moet je wapens inzetten om andere levens te beschermen. En die wapens worden gebruikt om Scud-raketten met name, die Syrië, een buurland van Turkije, regelmatig inzet. Die kunnen honderden meters ver weg vliegen. En die kunnen dan in buurland Turkije terechtkomen. En daarvoor dienen dan die Patriot-raketten. Je hoort trouwens heel veel herrie op de achtergrond. Dit zijn gedeeltes van de vrachtwagens waar die Patriots in zitten. Die rijden op dit moment voor me uit en daardoor raak ik een beetje afgeleid. Want het zijn nogal wat vrachtwagens die daarvoor nodig zijn. En ze worden vandaag allemaal verscheept richting Turkije. Ja, we gaan naar Eemshaven in Groningen, heb ik begrepen. Jij volgt die persconferentie voor ons en straks om 12:30 horen we meer van je. Dankjewel.